Yo, we zijn weer terug. Ik weet eigenlijk niet eens, volgens mij gaat dit gewoon verder. Volgend punt is ontsteking even aansluiten, elektronica, de kickstart aansluiten, schakelpook aansluiten, de oliereservoir weghalen en benzine fixen in de tank en dan zelf dus mengen om te zien of dat effect heeft. En ja, volgens mij dan gewoon starten. Dus laten we doorgaan. Had ik die aangebruikt? Nee. Hoho. Neutraal schakelaartje. Zo. Anders dan waren we die heel gauw kwijt geweest. Kafees. Hier. Ja. Deze. Maar dan moet ik wel eerst de ketting erop leggen. Tegen het tandwiel aan, dus je wil hem altijd dat hij er verder erop slaat. Dus hij moet er zo op, zodat hij dan uiteindelijk er tegenaan geramd wordt. Ja. Nu zit hij al. Oké. Okay. This one, yes. Ja, nog wel redelijk wat in, maar ik weet wel dat toen ik hem zeg maar zelf vulde voordat ik ging rijden, een minstens tot met hier. Nou, dat is een, nou zit met de breedte, dat is toch echt wel bijna een halve liter. Ik weet echt dat ik hem nog wel verder eigenlijk had, want ik wist nog dat ik een flesje erin leeg gooide. Die was niet helemaal vol, maar het was echt by far meer dan dit. Ik denk wel, nou drie keer dit. Als je dat vergelijkt met hoeveel kilometers ik heb gereden met het ding, dat is een paar keer dijk. Dat is één keer aan een vriend en dat is een dorp verderop. En toen heb ik één keer dus gereden en kakte die uit. En toen heb ik teruggelopen. Dus ja, laten we zeggen dat ik in het totaal misschien 50 kilometer heb gereden. Sterker nog, ik heb nooit een benzinetank meegenomen. En die is 10 liter. Dus dit ding heeft achterlijk lopersmeer. Wat ons brengt bij dus 7 liter verse benzine en dit. En ik die dus even in de maatbeker moet gaan kijken om dit keurig 1,50 te hebben. We gooien het hierbij plus een scheutje meer, want ik weet niet hoeveel er nog in zit, maar heel weinig. En ja, dan moet ik alleen nog even de kickstart en de schakelpook monteren en kunnen we zien of die het doet. Let's go! Kijken of de benzinekraal op de goede stand stond, zodat dat gelijk 7 liter uit gaat lopen. Kijk je dat? Normaal niet meer. De jerrycan is lek. Wat? Ik ben aan het filmen. Nou, dat ga ik er niet in zetten. Dit niet. Kijk, wel mooi. Ja.
Ja, accu. Dat is eigenlijk de enige, ligt beneden in de druppellader. En dan zou die in combinatie met de kickstart toch eigenlijk wel moeten aan kunnen slaan. Dat is ook het hopeloze ding voor je zo. Want hij kan twee kanten op, wat echt heel handig is. Not. Het ziet er toch altijd wel clean uit zo. Dat is dus het irritante, als die bout er dus niet in zit, kan die de andere kant op. Maar dat is expres gedaan omdat sommige blokken van Suzuki rechts kicken, jongens. En daarom dat ze dat expres hebben gedaan. Kick. Boe! Ja, zoals u kunt zien, hij is blauw. Dat betekent bij mijn druppellader dat hij vol is. Want eerder, hij pakt ook 6 of 12, dat is echt een chill ding trouwens. Kijk, als we hem opleggen, 13,5 en dan zal hij hem doordouwen en dan zegt hij daarna weer vol. Dus ik weet niet precies hoe vol hij nog zit. Hij zat zeg maar met 2 van de 4 blokjes en dan 12,5 volt, terwijl hij de hele tijd al stil stond hier. Dus op zich, ik ben niet echt disappointed. En ik denk sowieso wel dat ik, als hij het weer doet, even online ga uitzoeken hoe het kan dat je hem start zonder de accu nodig te hebben, want ik weet dat het kan. En daarnaast heb ik een aantal onderdelen al bij elkaar gespokkeld voor een CDI-ontsteking die ook bestaat. Dus dan is het doe je contactpunten, perfecte ontsteking en sowieso geen accu nodig om te starten. Laten we hem erin doen. Geef het in ieder geval neutraal. Even de carburateurs een beetje schudden, zodat ze hopelijk geen vlotte bak hebben die vast blijft zitten omdat die helemaal leeg was. Waardoor die dan direct gaat overlopen en je denkt dat alles, nou ja, of iets in ieder geval mis is aan je carbs. Ze lekken allebei niet. Dus als het goed is, is het goed. En misschien moet er de uitlaat op. Dus, even in de weer gehold voor moertjes en ze zitten erop. Nu is het dus te hopen dat dat die start. Start, koude wow. Ik ga hem even afhalen. Dat vind ik zo gevaarlijk met deze zijstandaard. Hij sloeg aan, bedankt voor het kijken, doei. Ja, fuck. Oké. Kom maar uit. Het halfbandje, het lampje brandt en hij wordt ook verder als ik niet op run ga en weer minder fel als ik wel op run ga. Wat betekent dat de ontsteking weet dat er stroom moet vanaf de accu naar de ontsteking om dus te vonken bij de bobines.
benzine. Wat betekent dat nog steeds de vlotters overlopen. Dat is super irritant. Dus ik ga off camera gewoon eventjes, wat logisch is, carburateurs eraf halen, vlotterkamers loshalen. Kijken wat de stand is van het vlotternaaltje in combinatie met de vlotter. Dus wanneer die op het stijgniveau afsluit. Want kennelijk sluit die niet snel genoeg af. Doen we dat even aanpassen. Lekken ze niet meer. En dan hoop ik dat het een rustiger stationair wordt. En kunnen we de volgende video testen. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem tof? Duimpje omhoog. Abonneer. En druk sowieso op de bel als je al geabonneerd bent. Want soms haalt YouTube zelfs de bel weg bij je. En zie je mijn video niet. Later.